Ja, dag dames en heren, hartelijk welkom bij deze uitgave van Frikas. En het is een speciale uitgave. We hebben een speciale gast. Normaal moeten de gasten altijd van heinde en verre komen. Maar deze gast speelt eigenlijk een toeswedstrijd. Sterker nog, is hij de kind aan huis. Het is de zakenvrouw van het jaar. En dan weet je wel een klein beetje wat ik bedoel, denk ik. Kijk toch maar even voor de zekerheid eerst naar het profiel van Giel. Ja, natuurlijk. Welkom, Ria Joost. Speciaal is dat om Diggie welkom te heten. Toen wil ze eigenlijk gewoon toes, best als het ware, in hun eigen bedrijf, in hun eigen zaak. Jaargang 1959, Ria. Ja, wat erg, hè? Ja, dat is al een geitje. Maar laten we dus vooral beginnen gans vooraan, zou ik maar zeggen. We hebben hier een foto van... Ja, het gezin van vroeger, vertellen ze even, gaat nog een aantal kinderen. Ja, bij ons wij hebben 6 kinderen. Ja. Dus 5 meertjes en einde jong, midden ertussen. En ja. Ik ben ook een van de middelste. Ja, ja, dus, ja, ja. Ja. En dat koken, wanneer is dat bij dich voor het eerst in beeld gekomen? Nou, ik denk dat ik dat wel van Toes uit heb gekregen. Doordat we echt altijd, misschien wel 1,5-2 uur aan toffel zoeten. Ja. Als mam kookte goed. En ja, aan toffel gebeurde het. Dus toch denk ik dat ik wel iets met een paplepel ingegeven heb gekregen. Ja, 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 laat dat liggen figuurlijk. Want toen ben je ook al direct begonnen met die eerste activiteit. Vertel eens, ga je voor deze foto... Ik werkte en leerde, maar in de vrije tijd vroeg men... Goh, Ria, zou ze onze broelen willen verzorgen? En vroeger deed je dat, ja, oi, mensen vond ik, zoals ik nou. Dus, toen ging ze naar zalen en door noem ze alles mij... of de mensen brachten alles en dan ging ze koken. Dus dit is een van de, ja, ik denk dat ik toch misschien 18 of 20 jaar was. Ja, en deze foto is op zich ook heel erg leuk, want hier ben je dus echt concreet gaan koken. Ja, dat is van de basis hoe het ligt om mijn passie. Ja. Echt koken, nieuwe dingen doen. En toen vroeg ik me, God, Ries, hoe ze met willen doen aan de Zilver Koksmuts in Amsterdam. En dat heb ik gedaan. En ik denk, goede ervaring. Nou, en ik won door de tweede prijs. En dat... geeft wel een stimulans om daarmee door te gaan. En wat gek is, dus, als we dan heel snel een uitstapje maken naar deze, dus de kook is al lang niet meer eigenlijk. Nee, iedereen vrucht altijd, goh, je hebt ze lekker gekookt. Dan zeg ik, ja, lekker. Helemaal niet. Ik kook niet hee en ik kook niet toes. Dus nee. Dat is, ja... Dat is achter mij. Het koken heb zich als afgesproken. Ja. Weer terug in het verleden, ons vooral afmaken. De zaak die groeide natuurlijk gestadig met een eigen busje erbij. De eerste bus, ja. De eerste bus. Heel, heel... En van welke jaren kallen we naar nu? Ze gaat ongeveer? Nou, ik denk dat dit rond de jaren 80, 85 of zo is geweest. En dat waren... Ja, de eerste groep eigen mensen. Ja. En van deze mensen zien er ook nog een aantal. Ja. Dus de bussen niet meer. Dat is toch, de bussen niet meer, maar dat is toch eigenlijk heel mooi. En dus zij zit na het zelf al, ja, de verbroeloften en zo. Maar die, als ze dat bekijkt, dat was vroeger nog heel traditioneel. Met lang toffels en zo ging het er dan aan toe. Vroeger was er een bijna vast menu. Iedereen woei goeie zonnische soep, jachtschotel... contrafilet, varkensaasje, ananas, bavarois, crème, krak. En s'avonds om 7 uur een nieuwe koffietoffer voor de nieuwe mensen. En s'nachts een buffet. En ja, daar is wel wat in veranderd. Dat is zeker in veranderd. Ook als de Suus al zo'n zaal wie de ingericht is, heel traditioneel. En dan is dit meer een situatie wie dat nu is een stuk moderner geworden. Ja, alles is echt veranderd. Eten is naar een hoog niveau gegaan. Echt natuurlijk ook wel de oude gerechten nieuw gepresenteerd. Mensen weten heel goed wat ze willen. De uitstraling moet aansluiten bij wie ze zien, de eigen identiteit.
En service koffietoffel is al jaren niet meer. Ja. Maar mooie kleine hapjes, gerechtjes. Ja, totaal ja. Nee. Ja. Komen we weer terug hier op deze gelegenheid waar we nu zitten. Onze studio, zal ik dan maar zeggen. En dat is ook een heel verhaal waar deze foto eigenlijk heel erg bij aansluit. Want dat is eigenlijk de transformatie van varkensbedrijf, van boerenbedrijf, tot wat het nu is. Ja. Kent ze dat een stapsgewijs even toelichten? Welk jaar wordt het? Dit is 1999. Yes. Frans Hey de Zuughouderij, hey, ja. Hoe we nou zitten. We zitten daadwerkelijk in die ruimte die ze door als transformatie ook zus. Ja. En er was echt een enorme malaise in de varkenshouderij. Dat was ja, best ja, shocking. Mm. En Frans wilde heel graag uitbreiden, maar heet ook heel erg Ruma. En goh, dat was nogal wat, want in dit gebied, ook natuurgebied. Ja, wat kunnen zij dan goed doen? En ja, lang verhaal kort maken. Toen hebben we besloten om toch de zuughouderij te stoppen. En toen was het zo van, ja, maar wat gaan ze dan met die stallen doen? Ja. Niet afgeschreven, dus ja. Ja, ook een probleem. En toen zei Frans Gorry, als we nou eens gewoon doen wat stichtgoed kent en wat ook bij mij past. En dat is zorgen dat streekproducenten hun platform krijgen. En zo is hij van de zuug leeg, gestukendoord, ingericht, is hij dit getransformeerd. Juist, en hoe eigenlijk in 2006 nog tot studio gebombardeerd heeft. Ja, ja. Ook dat nog. Ja. Ook dat ja, nog. Goed. Ja. Laten we dan even het gesprek onderbreken en verder gaan met onze volgende rubriek. En dat is de rubriek Gazet en Internet. En aangeschoven is weer Ruud Luiten, ja. Uit Neer. Ja, je zit eigenlijk dorpsgenoten eigenlijk. Liedje wie doet het, ja, 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 ja. Nou, Ruud, doe best een man. Je zit altijd op internet. Wat heb je gevonden voor filmpjes? Ja, zoals ik in een vorige aflevering al gezegd heb, doe ik wel dat ik heb met jong leren. Eigenlijk ben ik daar heel veel mee bezig. En vandaag heb ik twee video's metgenomen die daar iets mee te maken hebben. Okay. En de eerste video, ik denk dat we daar het beste gelijk kunnen instarten. Ja. Het gaat over ja, een soort magische vorm van jong leren. Met ja. Jong leren denken vooral mensen toch aan belkens, kegels, ringen. Maar eigenlijk is het vooral meer. Daar hebben ze heel veel varianten op. En dit noemen ze dit is een acrylic bal. Een soort glazen bal. En dat doen ze met allemaal magische bewegingen. Lijkt het alsof die bal zweeft tussen de vingers. En ja, precies. Daar kunnen ze dus allemaal hele aparte dingen mee doen. En dat is een kwestie van heel veel oefenen, of wie moet ik dat zien dan? Daar moest je heel veel mee oefenen. Dan begint met een plastic bal. Ik ben dat zelf tegenwoordig ook aan het oefenen. Ik ga je hier een video van mezelf laten zien, maar dat ziet er helaas niet zo spectaculair uit als dat de video. Ja. Hoe we nu nog kijken. Ja, ja. Het tuurt toch wel aan dat het ja, ongelooflijk eigenlijk. Dit is net of de ja, oké, ja, oké. Dat is ook een beetje een visuele trucage natuurlijk. Het is inderdaad een hele visuele ja. Vorm van jong leren, ja. Inderdaad. Maar wel heel gaaf. Ja. Oké. Okay. Mooi om te zien. Dat zijn er voor twee filmpjes. Ik heb er nog een metgenomen. Dit is iets wat eigenlijk helemaal los staat van circus. Want bij eenwieleren denkt men vaak in circus. En wat ik zelf duik op zondagmorgen doen, is dan gewoon ik het bos in met een paar man. En dan gaan we met de eenwieler gaan we door het bos scheuren. En dat noemen ze mountain unicycling. Okay. Dus eigenlijk wordt dat afgekort als Muni. Ik denk dat we de video ook het beste gelijk kunnen instarten. Oké. Okay. Then... Kijk, hier is een voorbeeld. Het zijn een paar jongens die zijn daar ook wel net gaat beter in als mij. Maar die gaan keihard de berg af met een eenwieler. Die springen daar een meter of anderhalf zo omlieg. En het ruiken van dit is dat ze bergop, zeg maar, mountainbikers met twee wielen in rolls. Het hebben ze toch niet zoveel gewicht bieden, hebben ze een vrij hoog verzet. Het gaat ook af en toe mis. Maar dit, even voor mijn begrip, dit is ergens in Amerika, toch? Dit is in Amerika opgenomen, ja. Maar in Limburg hebben ze ook prachtige mountainbike parcoursen. Daar hebben ze ook van die downhill routes, dus die zijn net gaat moeilijker. En die kennen wij met de eenwielers toch best wel goed af gewoon. En er is een select groepje, ik denk dat er in Nederland een aantal tientallen mensen dit doen.
En ik ben daar zelf een actieveling in die sport. Ja, en toen dacht ik, dat is dus even fijn zin. Ik dacht, dat kom ik wel te zien. Ja, hartstikke schoon dat ze het hebben gedaan. Ik dank je hartelijk, Ruud. En tot de volgende keer maar weer. Is goed. Oké, dankjewel. Zeg dan. Ja, nou, dat vind ik toch nog niet door, Rio. Nee, helemaal niet. Ik was net trouwens. Alleen al het evenwicht. Ja. Uitermate kunstig. En ook dat ze dat kennen. Zo, ik dacht altijd vroeger dat het alleen maar met jong leren hoe met het zussen. Dus ja, oké. Okay. Ja. Nou, fijn. Laten we daar niet langer verkallen. Want doe eens onze hoofdgast. En laten we eens naar die prijs gaan. Dat ze al vroeger een prijs gewonnen met koken. Maar ja, het begint eigenlijk pas in rond 2012. Te lopen. Ja, wel bijzonder. In 2012 ben ik meest markant van Limburg geworden, horecaondernemer. En in 2013 zei men, de 13 winnaars van de provincie die nuttigen we uit een selectie, meest markant van Nederland te laten werken. En toen zei men, hey in Limburg, wij gewoon ervoor, dat sticht aan beurs. Dus die hebben ook echt wel ondersteund. Ja. En toen ben ik meest markant van Nederland geworden. Ja, en dan kallen we over 2014, daar is steeds foto van, dacht ik. Dat is de zakenvrouw, hè? Dat is van de zakenvrouw met Jet Bussemaker, de minister en Frans. Bussemaker, misschien ook Duk tegenkomen? Ja. Ja? Die kom ik nog regelmatig tegen. En de reden is dat hij zich echt inzet voor ook vrouwen aan de top. Zichtbaar maken, zorgen dat die doorzetten. Zorgen dat in boards ook vrouwen komen in de top. Okay. Dus op die manier kom ik die wel eens tegen. Frans, ik heb ze nog lekker tegen. Ja, gelukkig. Al 37 jaar, wie riep ik. Ja, deze week. Dit is week. Ja, geweldig. Nou, geweldig jubileum, 37 jaar getrouwd. Laten we gelijk verder gaan dan kunnen ze allerlei beroemde mensen tegen, bekende mensen ook. Wem zijn de personen op deze foto? Annemarie Jorritsma, die was ook degene die belde op carnavalsdinsdag van hallo Ria, zou ik een keer op bezoek kunnen komen? Ja, natuurlijk kan dat. Wil je niet weten waarom? Ja, dat wil ik wel weten. Nou, je bent genomineerd als zakenvrouw. En van VNO-NCW, de directeur. Achterstijd Bertha Verhoeven, ook een Oetgratum, ook zakenvrouw van Nederland geweest toen ze bij Hoei Vujima stellingen werkte. En Jet Bussemakers. Ja. Nou, en dan gaan we hier even naar de Ria's toe. Ja, Ria Oome. Ja, Ria was ook in Noordwijk aan Zee. Dus die was naar de uitreiking gekomen. Ja, heel bijzonder. Ja, dan kun je natuurlijk ook een golf publiciteit op de avond. En hier weer een krantenartikel met ook weer heel bekende mensen. Stel ze eens even voor. Gabriella van Essenbrugge is de ondernemer van het jaar in Steenwijkerland. Wat Siegedoorn heet, is best bijzonder. Die heeft voor Chinezen een nieuw concept gemaakt dat die zich welkom voelen in Nederland. En voor de horeca is het natuurlijk belangrijk dat er volop toerisme in Nederland is. Dus dat heet Siegedoorn. En Ben Wolderink is degene die alle vergelijkingssites opgezet heeft, juist in het begin. Dus de beurs gewoon regelmatig goed genodigd om lezingen te geven. En de jongen is nu al, begrijp ik, miljonair. Ja, dat is echt. Stijgt helemaal in de quote. Ja, nou, dus zei ze het net al eigenlijk. Zoals vergeten natuurlijk de meest belangrijke optreden waren natuurlijk bij Humberto Tan. Nou, dat moet ook wel een heel speciale ervaring zijn geweest. Ja, 's morgens waren we uitgenodigd bij koning Willem-Alexander bij Maxima. Hebben we de winnaarslunch gehad. Mm. En Humberto was ook door. En toen ik naar huis reed, belden ze op van RTL Late Night. God, Ria, wil ze vanavond in de uitzending komen? Ik zei, nou, dat weet ik nog niet. Daar moet ik eens even over nadenken. Ik ga eerst maar eens naar huis rijden naar Frans. Mm. En dan zal ik dat toch wel eens rustig overleggen. En zei Frans, ja, dat is natuurlijk toch wel leuk. Kom, aanrijden, terug naar Amsterdam.
En ja, dit is inderdaad een hele bijzondere... Echt een hele bijzondere. Ja, net zo bijzonder als dit. Maar luister, want Bert doet al, dat komt nog regelmatig richting Neer. Hè? Dat is een halve Neers, is dit geworden ondertussen. Ja, zijn vrouw is echt de Neerse. Ja. En dat was ook het aanleidingstukje bij de koningin. En de koning van, zullen we platkallen, zei hij. Nou, en aan Toffel heette dat ook even gedoofd. Ja, ja. Nou, we hebben wat samen. Ja. En, maar hij komt echt best wel veel in neer. Ja, ja. Zit veel bij Thijs op het gehoord hoesten. Ja, oké. Nou, dan hadden ze het net alleen over de vrouwenpower. We zien hier een foto, daar zit toe uiteraard ook tussen. Allemaal vrouwen, wat hebben die gepresteerd? Wat is de traan eigenlijk? Nou, doel is... van die foto en dat magazine is dat de zichtbaarheid van ondernemende vrouwen echt een plek krijgt. Want als ze die vrouw die allemaal zo stoorn, denk ze, wie is dat allemaal? Wat doen die allemaal? En zijn die er überhaupt? Zien er veel ondernemende vrouwen? En ja, dat neemt echt toe. Ze hebben nu al een jaar of 3-4 echt steeds 35 topvrouwen benaderd, het hele interview. En ze laten die ook kennis maken met elkaar. Want die vrouwen kennen elkaar echt niet, hè? Dat is ook, maken minder gebruik van netwerken. Dus, en ik vind het wel belangrijk dat ze zichtbaar werden. Kijk, en dan komen we eigenlijk bij de laatste foto. Eigenlijk. Ja, dat is net te ver. Vertel eens, Gert, over deze foto. United by Passion. Zelfs hier in deze ruimte is deze foto genomen. Leg eens even uit. Wat houdt dat in? Nou, een jaar of 4-5 geleden vroeg Petra Dassen, burgemeester van Bezel, Ruiver, volgens mij. En Jan Schrijen en nog een aantal mensen van God, Ria Soessen, ons willen versterken bij verbindend leiderschap. Nou, ik zeg, nou leg eerst maar eens uit wat dat is. En wat wilt je door mij? Nou, verbindend leiderschap van Oete. Gemeentes, government, dus ook organisaties, wilden zeggen dat ze mensen bewust wilden maken en opleiden op een nieuwe manier leiding te geven. En die nieuwe manier die is dan? Eigen verantwoordelijkheid terugleggen bij mensen, betrekken, participatie, dat hoe nou de hele wereld van vol zit, hoe iedereen over bezig is, maar nadrukkelijk betrekken en anders kijken naar oplossingen. Een voorbeeld, er is een speeltuintje in een dorp en de gemeente hoort beslist, er is geld en wat komt er? Ja, dat is natuurlijk geen participatie. Participatie is zeggen tegen die buurt, hey, je hebt geen geld, kan eens aan de slag. Als je een goed plan maakt, krijg je dat geld en voeren we dat uit. En liefst ook nog dat ze samen kijken naar onderhoud en dat dat blijft kloppen. Ja. Dus op een nieuwe manier kijken. Op een nieuwe manier kijken tegen leiderschap. En tegen leiderschap, ja. Dat is het goede woord. Nou, mooi. Dan gaan we nu even snel een breakje doen en we gaan kijken naar het ongeloof van Goof. Ja, dat was een cartoon van Goof Salimans. En we zorgen toch even Trump voorbij komen. Dat is natuurlijk op dit moment wel heel erg toepasselijk. Ria, deze foto die zet ik zat, want dat is echt de slogan van de laatste jaren. Smaak, sfeer en meer. Smaak, dat snap ik dan nog wel. Dat heeft te maken met het eten natuurlijk. Hè. Je moest lekkere frikas maken. Ja. Maar dan komt de factor sfeer en meer. Nou ja, het heet altijd Ria Joost de catering heette. En eigenlijk dekte dat de lading niet. Want het meer is nogal wat meer. Het inrichten van tenten bouwen, licht, geluid, amusement, beleving. Laten we eens genieten. Ik heb foto's erbij pakken. En de kinderen misschien het makkelijk even vertellen. Want dit is van een brouwerie, dacht ik. Ja, dit is een rokkelsbedrijf. En in Duitsland hebben ze een locatie en door tussen de bier
brouwerijketels hebben wij een feest mogen organiseren. Dus dat richt ze in. Dat is niet geschikt om een partij te horen. Dat moest ze inrichten. Troffel, steul, de barren. Alles, licht, geluid, alles erin. En dan verzorgen en weer opruimen. Ja. En dan zo probeert ze dus een speciale sfeer te creëren. Ja, ik denk dat dat de grootste opdracht is. Om iedere keer te verrassen, te vernieuwen en het steeds anders te doen. Ja. En dat is de sfeer. En meer. Een sfeer en meer. En nou, dan hebben we hier met een luchtballon. Ja. Wie moet ik dit plaatsen? Nou, dit is een heel groot personeelsfeest. En beleving en ja, iets spectaculairs in het begin verzinnen. Dat men ja, een wauw-effect heeft, is erg belangrijk. En door is dat met een luchtballon gedaan. Ja, 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 ja. Maar we hebben ook wel je Hendrik Jan de Tuinman die workshops geeft. Of... Ja. Of hij, dit is dat, daar ben ik er zelf bij geweest. Ik zit bij gildeopleidingen. Nou, die hadden dan een gildebruis, dacht ik, dat de manifestatie heet. Nou ja, dat is een soort bazaar-idee. Oosterse wereld. Ik zocht kamelen en buikdanseressen, geloof ik zelfs nog. En ik zocht in een keer Harry Kuipers. En dacht ik, wie kent dit nu toch weer? Want dat is mijn gewone troggel. Noem het toch even Harry Kuipers hebben. Zijn broer, dat is André Kuipers, dacht ik, of niet? Dat is in ieder geval de astronaut. Dat waren een paar jaar geleden, is hij in panningen geweest. Los van het feit dat de man zeer innemend is en een prachtig verhaal heeft. Hij is hier natuurlijk ook die factor van, wat ze net zei, van dat wow-effect. Ja. Dat is echt het OJSF-gebouw. Ja, precies. Echt een waanzinnig industrieel gebouw. Dat is op dit moment in Nederland ook wel echt hot. Om die gebouwen her te gebroeken. Nou kreeg hij ook weer een goede functie. Maar we hebben die gans ingericht, uitgelegd en gebroekt in de duurzame factor. Dus geprobeerd alles duurzaam te doen wat maar kost. En door dat congres georganiseerd. Ja. En ook zo'n enorme lampen die ze dan, en die lichteffecten. Ja, bedenkt ze dat dan allemaal concreet? Of let ze dan een lichtdesign? Ik heb 5 minuten nodig om het idee te ontwerpen. Ja. Als ik in zo'n sporthal storm, dan denk ik, poeh, dat is goed en plat. Ja. En nu kreeg ze heel nauw sfeer in. Nou, als ze er alleen maar tof zijn steun in zet, gebeurt er helemaal niks. Dus er is één moment en denk ik, nou, dit zou kunnen. Dat zie ik ook handvormig. Ja. En dan heb ik goede partners. En ga maar aan de slag. Ja, dus dat is het. En dan ga je het los. Ja. En dan ook zo op klein en groot niveau. Hè. Dat maakt helemaal niks uit. Als ik bij mensen toe kom en die zeggen, oh, we willen een tent in de wei. Dan denk ik, oh, leuke scheur. Zullen we een stukje tent aan de scheur plekken? Volgens mij is dat authentieker, leuker. Dus op die manier werkt dat. Ja, schitterend. Maar nou goed, van vroeger, de catering, we zogen net met die oorzalen. Dit is sfeer, smaak, sfeer en meer. Is dit het einde of gaat dat nog door? Of zit daar nog ontwikkeling in? En dan kijk je ook even naar die bedrijf. Wie kijkt ze er tegenaan? Is het consolideren of is het toch continu zoeken naar nieuwe vormen? Ik denk dat consolideren heel snel leidt tot afbraak. En in deze nieuwe, snelle wereld moesten echt met. En misschien zelfs wel voorblijven. Dus nee, het is zeker geen consolideren. Ik zie dat de merit echt vreugd een verrassende, vernieuwende dingen. En door lang zien er een aantal neventakken die vanuit vroeg vanzelf ontstaan. Wij koken voor Siro in Horen. Zie zei, we willen gewoon iedere dag vers eten. Ze nu een gemeentehuis, dat vroeg God, wilt jij de dagketering verrukt doen? Want ja, we zien eigenlijk dat wat we nou hebben echt, ja, daar zien we niet tevreden over. Zo ontwikkelt ze steeds nieuwe takken. En de laatste tak van sport hoe ik mee bezig ben is vanuit het opleiden van mijn eigen mensen. Het opzetten van een nieuwe food en hospitality gastronomische opleiding. Wauw. Yes. Het blijft dus echt spannend. Ja, maar ik ben gewoon een ekeloor. Ik ben wel niet piepjong, maar ik ken nog wel even met. De beste niet piep, maar de geest nog even wel. Ja. Nou, hartstikke mooi. Laten we dan ter afsluiting gaan luisteren naar Doctoranda Wanda.
Wanda, vertel eens. Heb je nog een mooi gedicht in petto natuurlijk? Nou, ik moest bij Ria denken aan, als ondernemer aan zakenvrouw, had ik een gedichtje dat heet Reflectie. Reflectie. En als laatste een heel flauw gedichtje, dat heet Weltrusten, omdat je ook natuurlijk slaapvoorzieningen hebt. Ah, dus ik begin met Reflectie. Hoe ziet jouw wereld eruit door andermans ogen? Wat ervaar je nu en weet je in het leven zeker? Vind je door de ander de weg naar het geluk? Of maak je zelf het pad met patronen doorbrekend? We zijn het zo gewend het leven te worden geleefd. De jaren sluimeren en kabbelen voort. Maak je eigen ervaringen en heb het echt beleefd. Geniet van die kleine momentjes iedere dag. Het is dat je daarmee het hoogste scoort. Nou, hartstikke mooi. Kippenvel. Dan gaan we nu nooit kippenvel een hele flauwe. Dat heet Weltrusten. Weltrusten, oké. Okay. Een kudde grazende blondjes kijkt mij schaapachtig aan. Geen zins van plan om te hoppen, om aan de andere kant van het hek te gaan staan. Ze schijnen maar niet te begrijpen hoe dat schaapje stellen gaat. Terwijl ik hem begin te knijpen voor mijn dit kan niet waar zijn ochtendgelaat. Een slaaptekort na 40, het zucht en zakt net iets meer. Het spiegel gevuld met groeven, een kalkoenennek en een decolleté van zeemleer. Het fris en fruitig is verbannen, de rek eruit, verval begint. Ouder worden is niet voor watjes, maar ach ja, gelukkig is hij voetfetischist en voor de rest stekenblind. Oké, okay, nou mooi. Goed, nou ja, dan kunnen we hem op een gepaste manier afscheid nemen. Nou, ik dank natuurlijk eerst Ria Joost voor het aanwezig willen zijn als gast van deze Frikas. Wanda, Ruud, bedankt. En natuurlijk de mensen van Regio Ludal TV bedankt dat ze dat allemaal weer op het kanaal van Regio Ludal TV willen zetten. Dan kent je dat nog eens fijn afkijken als je dat wilt. Geen in elk geval bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot weer eens een keer is Be Frikas. Awesome.